Twee weken geleden had Claire het over het door een dal gaan. En daar wilde ik eigenlijk vanavond op doorgaan. Maar goed, als we het hebben over dalen, dan betekent het tegelijkertijd dat er ook bergen zijn. Nou, waar ik vandaan kom in Noord-Holland, daar heb je geen bergen. Limburgers hebben heuvels en dat is toch heerlijk. Maar ik hou ontzettend veel van bergen. Dat vond ik fascinerend. Want als kind, ja, dan gingen wij dan naar de Ardennen en daar ontdekte ik gewoon dat je beekjes hebt met stromend water. In Noord-Holland hadden we alleen maar sloten. Stinkende, stilstaande watersloten. En daar had je beekjes, nou, en bergen. En ik vond dat zo fascinerend, dat elke keer als wij op vakantie gingen, dan moest ik twee dingen doen van mezelf. In de dalen, daar waren de beekjes en daar moesten we dammen bouwen. Samen met mijn broertjes. Dus we gingen allemaal stenen verzamelen en we gingen een dam in de beek maken. En ik weet nog heel goed, een keertje waren we op een camping. Daar waren we al een paar dagen, we hadden echt een hele goede dam gemaakt. En toen bleek stroomopwaarts, bleek tuinen onder water te staan. De camping begon op een gegeven moment een beetje onder water te staan. Dus op een gegeven moment komt de campingbaas, die komt bij ons kijken naar die dam. En die zegt tegen mijn vader, hebben jouw zonen dat gedaan? Ja, zegt hij, sorry, ja. We zijn Hollanders, hè. Hollanders houden van dammen bouwen. Ja, sorry, maar die dam die moet gesloopt worden. En ik weet nog dat ik het zo erg vond. We hadden dagen over gedaan. En een goede dam te maken, helemaal gesloopt. En tegelijkertijd, weet je, was ik dus gefascineerd over. Maar ook over, ja, bergen. En ben je wel eens op een bergtop geweest? Heb je wel eens echt op een bergtop gestaan? Ja, magnifiek. Dree, welke berg was dat? Oh, dat klinkt hoog. Ja. Klinkt hoog. Ja, nou, weet je, dus we gingen dus op een gegeven moment, eerst gingen we alleen naar de Ardennen, maar op een gegeven moment ging mijn vader met ons gezin naar de Franse Alpen. Nou jongen, daar zag ik bergen. En soms wilde ik wel gewoon een berg beklimmen, alleen, ja, ik ontdekte al vrij snel dat die bergen toch wat te hoog waren om zomaar eventjes steil naar boven te lopen. Dus mijn vader zei, joh, we gaan met de auto gaan we naar een plek toe en dan gaan we die berg op. Nou, dat zal ik nooit vergeten, ik vond het heerlijk. En op een gegeven moment kwamen we dus aan op een punt, daar kon je dus onze camping zien. En dan had je een prachtig uitzicht. Vanuit de bergtop ziet er heel anders uit dan als je in het dal staat. En op een gegeven moment zag ik nog een top en ik zei tegen mijn broers van, hey, ik wil er nog eentje omhoog. En nou ja, dat deden we dan. En uiteindelijk was ik de enige die overbleef. Want het was zo ontzettend zwaar aan de benen en de ademhaling. Maar ik moest en ik zou die top halen. En dat moment zal ik nooit vergeten. Het kostte me bloed, zweet en tranen. Maar toen ik bovenaan die top was, toen, ja, dat was een soort hemelse ervaring eigenlijk. Complete stilte, frisse lucht. Alsof je dichter bij God bent. Letterlijk dichter bij God, want het is natuurlijk heel hoog. Maar een bergtopervaring. Ik zal het nooit vergeten. En ik had er liefst nog een paar uur gebleven. Gewoon om dat lekker op me in te laten werken. Die frisse lucht en dat uitzicht. Maar ja, weet je, we moesten weer naar beneden. We moesten weer het dal in. Nou, ik hou van bergtoppen, maar ook in geestelijke zin bergtopervaringen. Ik vind het heerlijk. Maar ja, wie vindt dat nou niet heerlijk? Bergtopervaringen. Bergtopervaring voor mij, in mijn leven, was bijvoorbeeld 7 juli 1997, toen Mireille ja zei tegen mij en we verkering hadden. Ik zal het nooit vergeten. Wat was ik blij die dag. Dat was een bergtop momentje voor mij. Ja, de dag dat mijn kinderen geboren werden. Hè? Phoebe die hier nou staat te spelen nou, en dan zal je bijna vergeten dat ze ooit een klein babytje was. 1 februari 2004. Ik zal het nooit vergeten. Het enige kind wat bij ons thuis geboren is. En bergtopmomentjes zijn dat, hè? Die vergeet je niet meer. En we waren een paar weken geleden waren we in de Efteling en in één keer zag ik daar dat gebouw. Hé, dat komt me bekend voor. Oh ja, dat Efteling Theater. Daar hebben we een keer als gezin op televisie gedanst. Dat was ook zo'n bergtopmomentje. En de eerste show gingen we door naar de volgende show. Ik zal nooit vergeten hoe dat voelde. Van yes, we hebben gewonnen. Weet je, en kranten kwamen om het te interviewen. We zijn op tv geweest natuurlijk. Bergtopmomentje. Nou, en dat zijn eigenlijk ook die momentjes die we delen op sociale media, toch? Bergtopmomentjes.
Ja, als je gewoon even je tijdlijn op sociale media afgaat, dan lijkt het wel alsof iedereen altijd alleen maar succes heeft. En gelukkig is en blij is. Maar goed, wie weet dat je in het leven bergen hebt en dalen. Het is eigenlijk al een beetje, je kan het eigenlijk al een beetje zien hoe het leven is in je hartslag. Heeft er wel eens aan de hartbewaking gelegen? Ik hoop dat je dat niet hebt meegemaakt, maar een aantal van ons wel. Ja, ik ook. En dan zie je jouw hart zo gaan. Piep, piep, piep. En eigenlijk is dat al precies hoe het leven is, toch? Bergen, dalen. Bergen, dalen. Weet je, en op sociale media kan het lijken alsof iedereen succes heeft. En jij denkt dan, oh, dus blijkbaar doe ik iets verkeerd. Want ik voel meer dat ik in het dal ben. En het lijkt wel alsof de hele wereld alleen maar jaagt naar bergtopmomenten. Alsof dat het enige moment is wat telt. Maar het leven is bergen en dalen. Ja, ik zal je wat vertellen. Toen dat bergmoment, 7 juli 1997, toen Mireille eindelijk ja zegt. Ik zeg eindelijk. Want dat jaar daarvoor was een dal voor mij, waarin Mireille 3 keer mij afwees. Ja, ik snap er nog steeds niet van, hoe kan je nou mij afwijzen? 3 keer! Ja, maar toch deed ze het. En ik ben letterlijk emotioneel kapot gegaan, tot nog een paar dagen voordat Mireille ja zei. Maar in dat dal leerde ik om los te laten. Op het moment dat ik losliet, dat ik Mireille losliet, 2 dagen later hadden we verkering. Maar bergen en dalen. Een paar maanden later, ik wist gewoon, Mireille is mijn vrouw. Vroeg ik haar ten huwelijk. Op een berg in Heerlen. Bergtopmomentje. Om het een paar maanden later mijn huwelijk uit te stellen. Boom, dal. En het was bijna, het had niet veel gescheeld of Mireille had gezegd, weet je Remco, graag of niet. Hè? Ze had de jurk al aangehad, we hadden al een locatie gehuurd. Dalmoment. Uiteindelijk is het goed gekomen natuurlijk, want we zijn nu 25 jaar getrouwd. Maar die momenten, ja, die bergtopmomentje, dan lijkt het alsof dat alleen maar jouw leven is. Nee, maar dat is niet het hele verhaal. Ja, en toen ik mijn eerste kreeg, Naomi, bergtopmomentje. Een half jaar later ging ik naar Turkije en werd ik ongeneeslijk ziek. En kon ik uiteindelijk mijn eigen babytje niet eens meer lang vasthouden, omdat ik allemaal verlammingen had. Dal momentje. Ja, maar prijs God. Ik ben genezen door een wonder van God. En ik kan alles weer doen. Daar ben ik hartstikke dankbaar voor. God is een God van wonderen. Maar die twee, ja, die volgden op elkaar. En dat is het leven. Ja? En toch hebben we heel vaak het idee dat die bergtopmomentjes, dan voelen we dat God met ons is. Dan voelen we dat God dichtbij ons is. Ja, als je die blauwe envelop van de belasting krijgt en je krijgt 1000 euro's terug. Yes! Halleluja! God is met me! Er is een God! Ja, er is een God. Als je promotie krijgt, als je succes hebt, als je applaus hebt, als je TikTok-video viral gaat, dan is God met je! Dan is God met je, ja. Als je in de schijnwerpen staat, als je erkenning krijgt, als je een wonder meemaakt, dan is God met je. Maar dat is niet het hele verhaal. Want tussen de bergtoppen in dan, is God er dan niet meer? Nee, de boodschap van vandaag is, God is ook de God van het dal. God is ook de God van het dal. Nou, ik wil een hele bekende tekst met jullie lezen. De Heere is mijn herder. Die tekst kennen jullie denk ik wel. Psalm 23. Dat is eigenlijk een van de bekendste teksten die in de Bijbel staat. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Nou, David was zelf een herder en hij omschrijft God als zijn herder.
En hij begint die psalm eigenlijk met een aantal bergtopmomentjes te beschrijven. Hij leidt mij naar rustige wateren. Hij leidt mij naar grazige weiden. Bergtopmomentjes, yes, geweldig. Hij leidt mij in rechte sporen. En dan zou je denken, hè, om zijns naams wil, dan zou je denken, nou dan gaat dat spoor verder. Dan gaan we alleen nog maar van het ene bergtopmomentje naar het andere, maar dan in één keer begint David te zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat volgt elkaar op. Terwijl hij eerst zegt, hij leidt mij in rechte sporen in zijn naams wil. En dan denk je, ja maar, dat dal, is dat dan zijn wil? Blijkbaar leidde zijn pad hem door het dal. Maar in het dal gebeurt er iets heel bijzonders. In dat dal, David begint deze psalm door te zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederig. Hij praat in de derde persoon. Hij doet mij nederig in grazige weiden. Hij voert mij naar rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs zo ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. En dan zegt hij in één keer, want u bent bij mij. Is dat niet bijzonder? Dus tijdens die bergtopmomenten, ja, dan praat hij in de hij-vorm, maar in het dal, dan in één keer wordt hij heel persoonlijk en zegt hij tegen God, u bent bij mij. En wat ik ook bijzonder vind, is dat hij bij de grazige weiden, bij de stille wateren, zegt hij niet, u bent bij mij. Maar pas in het dal wil hij dat we weten, dat zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, u bent bij mij. Terwijl wij soms het idee hebben dat als we in de dal ingaan, dat God op de berg blijft staan en ons een beetje uitzwaait. Ja, succes. Ik blijf hier op de berg, ga jij maar alleen het dal in. En soms kan het zo voelen. Want in het dal van diepe duisternis, daar heb je geen oriëntatie. Als het echt pikdonker is, in Nederland kennen we dat niet meer. Een DSM die verlicht de hemel elke avond. Maar als je echt eens een keer in het donker loopt en je geen hand voor ogen ziet, dat is best wel scary. Ja? Ik weet niet, jullie zijn ook allemaal kind geweest, waarschijnlijk ook wel bang in het donker geweest, maar in het donker worden we vaak angstiger dan in het licht, toch? Dat heeft ook te maken omdat onze oriëntatie even niet zo goed is. En ja, alles is een beetje in het verborgene. Ik kan me ook nog een goede keer herinneren, ik was met Mireille naar Malta op vakantie en we gingen naar een film, die zou ik je absoluut niet aanraden. Toen ik er naartoe ging, had ik er ook spijt van. Vond ik mezelf ook geen goede christen. Maar goed, we zaten nou eenmaal in die bioscoop en als Nederlander heb ik betaald voor die ticket, dus ik ga hem helemaal uitzetten. Je weet hoe dat gaat, toch? Nou, dat was de film Sixth Sense en dat ging over iemand die dode mensen zag. Nou, my goodness. Werkelijk waar. Dus we liepen die bioscoop uit en ik zeg je eerlijk, ik was toch een beetje... Ja, ik vond het toch wel een beetje... Het had wel iets met me gedaan. En we liepen toen in een donker steegje en in één keer zie ik gewoon een man in een geparkeerde auto stilzitten op de passagiersstoel. Niet achter het stuur. En hij zat gewoon een beetje voor zich uit te kijken. Dus ik liep zo langs die auto en ik schrok me kapot. Ik zeg, wat dan? Die man was niet... Die man was echt. Maar omdat... In de duisternis. Ja, schrik je gewoon eerder. En ik weet niet meer of ik Mireille's hand vastpakt. Maar ik kan me zo voorstellen, als je door het dal van diepe duisternis gaat, dat je het even allemaal niet meer ziet. En het Hebreeuwse woord voor gaan door het dal van diepe duisternis is het woord jaka. En jaka, dat betekent ook lopen. En in het Engels, Coolio heeft gezegd, even though I walk through the valley of the shadow of death. Nou, mijn tijd, Coolio. Maar in ieder geval, even though I walk. En heel eerlijk, als ik in een dal terechtkom, dan wil ik het liefst rennen en er zo snel mogelijk weer uit, toch? Maar hier staat heel bewust, je loopt door het dal. En dat is ook helemaal niet zo raar, want in duisternis kan je niet rennen. Ga je lopen en ga je ook op zoek. En dan merk je in één keer, hé, God is bij je. En je pakt zijn hand.
Je voelt zijn hand. Je ziet niks, maar je pakt zijn hand en je laat je leiden. En je blijft niet in het dal. Je loopt er doorheen. Je gaat vooruit. Zoals we 2 weken geleden van Claire hebben gehoord. We hebben 1 foot in front of the other. Maar uiteindelijk, je blijft in beweging. Je weet, de Heer is met me. En dan in 1 keer staat er dat midden in het dal je een gedekte tafel ziet staan. Die gedekt is door de Heer zelf. Dat vind ik zo bijzonder. Ik heb het nooit begrepen in de MBG 51 vertaling. Er staat, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Ik dacht altijd, hij dist degene, weet je, ik dis jullie. Nee, maar dis is dus een oud Nederlands woord. In de herziene Statenvertaling staat, hij dekt. Kijken, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Maar daarvoor staat, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik zou dan denken, nee, hier niet, vertroosten mij. Pak die staf en klap al die tegenstanders uit het dal. Waarom doet u dat niet? Nee, God maakt een tafel in het midden van dat dal. Ga maar zitten. Voor de ogen van al je problemen. Van de ogen van de vijand, de ogen van de tegenstander. En die denken, haha, hij is in het dal. Nu hebben we hem. Nu pakken we hem. Maar midden in dat dal ga jij zitten aan die tafel van de koning. En schotelt God je van alles voor wat jij nodig hebt om in dat dal sterker te worden. En in plaats dat jij geïntimideerd bent door je tegenstanders, worden je tegenstanders geïntimideerd. Want hoe kan het dat hij door een dal gaat, dat zij door een dal gaat en rustig kan blijven aan die gedekte tafel? Want laten we wel wezen, een tafel dek je toch alleen in tijden van vrede? Toch? Met kerst, dan dekken we de tafel. En dan, het is een hele rare tegenstelling dat je in een dal van diepe duisternis, in het Engels staat de shadow of death, dat je in zo'n situatie een tafel gaat dekken. En aan tafel gaat zitten. Ja, maar dat is de bovennatuurlijke vrede. Dat is de kracht van de aanwezigheid van God in het dal. Daardoor kan je aan die tafel zitten. En je weet, ik ben in het dal van diepe duisternis, dat is er nog steeds. Die tegenstanders zijn er nog steeds. Maar God is bij mij en ik kan aan zijn tafel zitten en hij geeft me wat ik nodig heb om sterker uit het dal te komen dan toen ik er inging. Een hele bekende tekst, hè? Psalm 23. Die kennen we allemaal. Waarschijnlijk wel. Ik ken Psalm 23, is een van de weinige, volgens mij het enige hele hoofdstuk in de Bijbel wat ik uit mijn hoofd kom. En kan nog steeds. In de MBG 51 vertaling. En mijn kinderen kunnen daarvan getuigen zijn dat als zij niet konden slapen, dan ging ik het hele, de Heer is mijn herder, voor ze zingen. Volgens mij ken jij het ook al een beetje, nog een beetje uit je hoofd, of niet? Ja, maar het was wel... Oh, die was, ja, die zong ik ook voor ze. Dus als je in de kleine kinderen zit en ze kunnen niet slapen, dan kan je me inhuren. Hey, dat is Psalm 23, hè? Ik ken hem uit mijn hoofd, ik ken hem zingen. Maar er is een andere psalm die ook eigenlijk precies hetzelfde beschrijft. En gek genoeg, die ken ik niet uit mijn hoofd. En waarschijnlijk kennen jullie die ook nog niet. Dat is een psalm 84. Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Steeds meer vol van uw kracht gaan zij verder tot ze komen bij Jeruzalem. Een dal kan je ook beschrijven als een woestijntijd, als een droge tijd. Maar in 1 keer ontspringen daar allemaal bronnen. En je hebt dus de dalervaring, je hebt de bergtopervaring. Maar hier zie ik nog een ervaring. Dat in het dal wil God een bronervaring geven. Zomaar, in 1 keer, terwijl je het niet verwacht, terwijl je denkt, mijn leven gaat door een dal, ontspringen daar in 1 keer bronnen die daar niet eerder waren. De Bijbel zegt in een andere psalm, een paar psalmen verderop staat er, al mijn bronnen zijn in u. Dus in welke situatie ook gaat, hoe droog je omstandigheden ook zijn, als de Heilige Geest in ons woont, dan is die bron van levend water, is in ons. Dus het maakt niet uit hoe droog het om je heen is,
Die bronnen zijn in jou. En dat is ook, kom op een heel prachtig, maar ook heel schrijnend verhaal, kwam ik tegen van Corrie ten Boom. En Corrie en Betsy ten Boom, twee zussen. Geestvervulde christenen, die leefden voor God en geweldige dingen deden voor hem. En uiteindelijk brak de oorlog uit en zij lieten Joden onderduiken in hun huis. En uiteindelijk werden ze verraden en belanden hun leven in een donker dal. Ze werden gedeporteerd, uiteindelijk naar Ravensbrück. Waarom? Gewoon omdat ze de Heer volgden. Dit is niet eerlijk. Heer, waarom? Ja. Ze gingen door dat donkere dal van diepe duisternis. En dan in het boek Zwerfster voor God, dan beschrijft Corrie ten Boom een situatie waar zij en haar zus mee te maken hadden. Dan zegt ze, Betsy en ik liepen naar het plein waar het appel werd gehouden in het concentratiekamp. Dat is het moment, vroeg in de ochtend, dat ze allemaal in rijen moeten opstellen. Het was nog vroeg voor zonsopgang. En de leider van onze barak was zo wreed dat ze ons een uur te vroeg de zeer koude buitenlucht in had gestuurd. Betsy's hand lag in de mijne. En we gingen via een andere weg naar het plein dan de rest van onze barakgenoten. We waren met z'n drieën toen we met de Heer liepen en met hem spraken. Betsy sprak, ik sprak, zegt Corrie. En toen sprak de Heer. Hoe? Ik weet het niet, maar we begrepen het allebei. Het was dezelfde aanwezigheid die ik jaren daarvoor in de oude kathedraal in Haarlem had gevoeld. De stralende sterren van de vroege morgen waren ons enige licht. De koude winterlucht was zo helder, we konden vaag de contouren van de barakken, het crematorium, de gaskamer en de torens waar de bewakers stonden, met geladen machinegeweren zien. Is dit niet een beetje van de hemel? Zei Betsy. En Heer, dit is een klein voorproefje. Op een dag zullen we u van aangezicht tot aangezicht zien, maar dank u dat u ons zelfs nu de vreugde geeft om met u te wandelen en te praten. Dit is precies wat hier beschreven wordt. Ze lopen in het pikkendonker, het is ijskoud. Ze zijn in een concentratiekamp waar mensen vermoord en vergast worden. En te midden van dat dal houden ze elkaars hand vast en in één keer voelen ze dat er nog iemand met ze meeloopt door dat dal. Jezus zelf. En in één keer begint Jezus te spreken in dat dal. En in dat dal van diepe duisternis ervaren zij dus wat hier gebeurde. Er ontspringt een bron. Een bron van vreugde. En Betsy kan zelfs in die donkere hel op aarde zeggen dat ze een stukje van de hemel heeft geproefd. En dat is wat God wil doen in het dal. Dat is die gedekte tafel die hij wil geven. Die bronervaring. En Corrie ten Boom heeft gezegd, er is geen put zo diep of Gods liefde is nog dieper. Gods liefde kan je altijd bereiken, hoe duister je situatie ook is. Ze zegt ook, er is geen plek zo duister waar Gods liefde niet kan komen. Een bronervaring. En niet veel later, Betsy, die zei, ik proef iets van de hemel, zou later sterven in dat concentratiekamp en de hemel binnenlopen. En voor Corrie werd er toen in één keer ook een dal van verlies van haar geliefde zus. Maar haar geliefde zus had iedere keer gezegd, Corrie, ik geloof dat je op een dag vrij gaat komen en dan wil ik dat je de wereld overgaat en dat je gaat vertellen van Gods liefde en de boodschap van vergeving gaat delen. Dal van verlies weerhield Corrie er niet van om te blijven lopen. En 2 weken later, na de dood van haar zus, werd zij vrijgelaten en kon ze inderdaad doen waar God haar voor geroepen had. Maar ze bleef niet hangen in dat dal. Nee, ze één voet voor de ander bleef ze lopen door dat dal. En uiteindelijk werd ze vrijgelaten. En nu is ze zelf in de hemel. En nu kan ze Betsy elke dag zien. Maar dat moment van door dat dal van verlies gaan
Ja, Corrie wist, ik ga haar op een dag weer zien. En dat is de troost die we hebben, ook als we een geliefde verliezen. En je komt in een dal van verlies. Weet je, zoals Claire vorige week zei, blijf lopen. Eén voet voor de ander. Weet je, ik reis veel in het land en ik pak dan een hotel, zoals afgelopen nacht ook. En in het hotel, dan heb je kasten. Maar ik laat altijd mijn kleren in de koffer. Waarom? Omdat ik de volgende ochtend weer weg moet. Het is tijdelijk, ik ben tijdelijk in het hotel. Weet je, en zo mogen we ook steeds tegen onszelf zeggen, als we een geliefde hebben in de hemel, we zijn tijdelijk hier op aarde. Heaven is my home. We zijn uiteindelijk gemaakt voor de hemel. En op een dag, weet je, dan zullen wij in die hemel zijn en dan zullen we onze geliefde weer zien. Maar in dit leven mogen we blijven gaan. En ook als het leven door een dal gaat, mogen we weten dat God ons leidt. En dat hij ons ook in het dal weer klaarmaakt voor de bergtop die eraan aan het komen is. Nou, de vijand die denkt ons in het dal te kunnen verslaan. Dus als onze weg door een dal gaat, dan denk ik, mooi, nu heb ik ze. Ja, nu heb ik hem, nu heb ik haar. Ja, dat is... Hè? Christen zijn is makkelijk als alles goed gaat, toch? En op zondagavond in Eigelshoven in Together Church. Halleluja, prijs de Heer, bergtopmoment. Maar wacht maar als ze in het dal zijn. Dan laten ze hun God vallen. Dan keren ze God de rug toe. Dat was ook wat de duivel dacht bij Job. Ja, Job, het gaat hem voor de wind. Hij is rijk. Weet je, hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Hij dient u omdat alles hem voor de wind gaat. Maar wacht maar tot hij in het dal komt. Dan zal hij u de rug toekeren. Ja, dat is wat de vijand denkt. En dat is ook precies wat de adviseurs van de Syrische koning Ben-Hadad... En dat hele verhaal kun je lezen in 1 Koningen 20. Dat Israël was in oorlog met Syrië. Nou, dat is vandaag de dag nog steeds. Ik kan nagaan hoe lang dat al duurt, dat conflict. En op een gegeven moment kwamen ze dus in een gevecht met het volk van Israël op een berg. En ze werden verslagen. En toen zeiden ze tegen die koning Ben-Hadad... Ja, maar hun God is een berggod. Dus ze hebben ons kunnen verslaan omdat de veldslag in de bergen was. De koning Ben-Hadad die zei, oké, dan gaan we nog een keer ten strijde trekken, maar dan in het dal. Ja, en dan hebben we ze. Want hun God is niet de God van het dal, hun God is alleen maar de God van de berg. En dan komen ze met een gigantische overmacht en dan staat er dat het volk van Israël, dat het eruit zag alsof ze maar met twee kleine kudde geiten waren ten opzichte van een gigantisch leger. Maar dan komt er een profeet van de Heer. Op dat moment kwam een profeet bij de koning van Israël en zei, dit is Gods woord. Omdat Aram zei, God is een God van de bergen en niet een God van de valleien. En daarom zal ik dit enorme leger in je handen geven. En dan zul je weten dat ik God ben. En dat gebeurde. Ze troffen het volk van Israël, die in een complete minderheid waren, in het dal. En ze dachten, we zijn in het dal. Hun God is niet de God van het dal, dus we maken ze af in het dal. Maar God nam het persoonlijk op. Van wat zeggen ze? Ik ben alleen de God van de bergen? Nee, ik ben ook de God van het dal. En door een bovennatuurlijk wonder versloeg dat kleine leger van Israël het leger van Syrië. En God zegt daarmee, ik ben niet alleen de God van de bergen, ik ben ook de God van het dal. Ik ben de God van hemel en aarde. Het hele universum, ik ben de God van alles wat leeft en ik regeer over alles. En ik ben er niet alleen in de bergtoppen, maar ik ben er juist als je door een dal gaat. Juist dan hebben we het nodig om te weten dat God bij ons is. Juist als we zwak zijn, dan hebben we Gods kracht nodig, toch? Juist als we tekort hebben financieel, dan hebben we God nodig als onze voorziener. Juist in het dal wil God laten zien dat hij er is. En juist dan in het dal gaan we zoeken naar hem, toch? Dat is toch heel vaak het geval? Op de bergtoppen, dan kunnen we bijna vergeten dat we God nog nodig hebben. Als we denken, oh, het gaat eigenlijk wel goed. Maar soms moet ons leven door dalen gaan om weer te beseffen dat we alles aan hem te danken hebben. Dat we hem nodig hebben. Juist als we in het dal zijn. Want Hebreeën 11 vers 34.
Hebreeën 11 vers 34 zegt het volgende. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden. En hebben vijandige legers doen afwijzen, afdeinzen. Dus wanneer zijn ze sterk geworden? In de oorlog. In het dal. God laat ons door dalervaringen heen gaan, zodat we sterker worden. Zodat we later ook weer kunnen omgaan met de bergtopmomenten die Hij voor ons heeft. Zodat we op de bergtopmomenten weten van, hey, God is de God van de bergen, maar Hij is ook de God van het dal. Want toen ik in het dal was, was Hij erbij. En heeft Hij me kracht gegeven toen ik zwak was. En ben ik sterk geworden. En in de oorlog, in het dal, heb ik kracht gevonden. Waardoor de vijanden terugdeinsden. Omdat ik een kind van God ben. Ja, er is ook een dalervaring geweest. Waar met name Mireille heel erg doorheen heeft moeten gaan. En dat is het feit dat ze op een gegeven moment zo overspannen was. Dat ze gewoon een jaar lang niet of nauwelijks heeft kunnen slapen. En ik weet nog heel goed dat er een moment was. Dat ik ergens gesproken had. Voor jongeren. En het was geweldig om God te zien werken. Om tot zegen te zijn voor mensen. En ik reed naar huis. En toen ik thuis kwam. Toen deed ik de deur open. En toen zag ik dat er water op de grond lag. En ik keek naar de trap. En ik zag dat de trap nat was. En ik liep naar boven. En ik zag dat de gang op de eerste verdieping nat was. En dat het water door de slaapkamers was gegaan. Ons hele huis stond onder water. Want Mireille was vergeten om het badkraan dicht te doen. En ze had zich opgesloten in haar kamer, omdat ze door een donker dal gingen. Dit was ook zo'n moment dat ik dacht, wat is hier gebeurd? Je bent op een bergtop en in één keer, boem, word je weer keihard geconfronteerd met het dal waar je in terecht gekomen bent. En hoe bijzonder was het ook dat uiteindelijk heb ik mogen ervaren dat dwars door dat moeilijke dal waar Mireille in heeft gezeten, dat ze, toen ik in 2021 door een dal ging, dat ik overspannen werd, dat Mireille er voor mij kon zijn. En toen ik uiteindelijk op een hele pijnlijke manier daardoor ook onze kerk verloren en geen voorganger meer kon zijn. En het ook niet meer wilde zijn. Dat ik echt zei, ik heb er genoeg van. En hoe bijzonder is het dat Mireille toen zei van, toen we het hadden over Together Church oprichten, dat ik had er echt, ik wilde het echt niet meer, dat hele voorganger zijn. En maar toen zei Mireille, en dat is voor mij het bewijs dat God de God van het dal is en dat Hij ons sterk maakt in het dal. Dat Mireille zei, Remco, als jij er niet klaar voor bent om voorganger te zijn, dan word ik het. Wow. Ja. En dat was voor mij het bewijs, wetende wat voor dal van diepe duisternis zij doorheen is gegaan, dat het is waar. In de zwakheid ontvangen we kracht. In de oorlog zijn we sterk geworden. En dat weet je, als je door blijft lopen en uiteindelijk klaargemaakt wordt voor het seizoen wat daarna komt. En daarom wilde ik ook tegen jou zeggen, Mireille, dat zoals Hooglied 2 vers 2 zegt, ik ben de lelie van de dalen. Zoals een lelie tussen de doorns. En ik moest heel sterk, wilde ik dat tegen jou zeggen. Dat je als een lelie bent in het dal. Een lelie tussen al die doorns van dingen die op je afkwamen, ben je een lelie gebleken die in het dal kon groeien. En lelies, dat zijn prachtige bloemen, hè? Ruiken lekker, zien er prachtig uit. Maar weet je dat lelies kunnen bloeien in de meest onmogelijke omstandigheden? Ze kunnen bloeien in de schaduw. Ze kunnen bloeien in moerassen. Ze kunnen bloeien in dorre gronden, arme gronden. Ze zijn sterk. En God zegt, hè, dat zegt God niet alleen tegen Mireille, maar dat zegt God tegen ons allemaal. Als je door een dal gaat van diepe duisternis, ik ben bij je. En jij bent die lelie in dat dal. Je kan bloeien, ook als alles om je heen dor en droog lijkt. Ik richt een dis aan voor de ogen van wie jou benauwen. Je kan groeien, je kan bloeien tegen elke verwachting in. Laten we een moment bidden met elkaar.
Heere, ik wil u danken dat u de God van het dal bent gebleken, Heere. Dat heb ik ook zo in mijn eigen leven mogen ervaren. Ik ben de God van het dal, Heer. En zelfs dan gaan we door een dal van diepe duisternis, Heer. We hoeven niet bang te zijn, want u bent bij ons. En we hoeven niet in het dal te blijven, Heer. Maar u leidt ons er doorheen. U maakt ons sterk, Heer. Heer, en ik dank u wel voor ieder die hier is, Heer. En misschien hebben we bergtopmomenten. En als Together Church onze live tekst is, we willen blij zijn met degene die blij zijn. En we willen huilen met degene die huilen. Dus als iemand op een bergtopmoment is, dan zijn we blij met je. En dan prijzen we God. Maar ook als je door het dal gaat, dan willen we ook met je meegaan. En met je, samen met je huilen en er voor je zijn, Heer. En dank u wel, Heer, dat boven alles, Heer, zegt u. Dat u bij ons bent. Dat u onze herder bent. Heer, en dat u een tafel dekt voor ons. Ook deze avond dekt u een tafel voor ons, Heer. En schotel ons voor wat we nodig hebben deze avond. Heer, om in de oorlog sterk te worden. En om in onze zwakheid kracht te ontvangen, Heer. Ik bid dat we dat deze avond mogen gaan ervaren. Dat u niet alleen de God van de bergen bent. Maar ik ben ook de God van het dal. Halleluja. Dank u, Jezus. Oeh, dat kwam even binnen.